ik ben Marlies de Kok. Ik werk voor Rabobank. Hier werkte ik voor duurzaamheid, maar nu hebben we met deze nieuwe business case, hebben we een interne wedstrijd gewonnen, waardoor wij 24/7 dit idee aan het uitwerken zijn. Nou, zo blij dat we gewonnen hebben. Ik had niet helemaal verwacht, dus toen ze dat vertelde, toen dacht ik echt, yeah. Ja, echt mooi. De boeren in Kenia, het is lastig om hun te financieren en daardoor hebben ze geen geld. Dat is lastig voor hun om extra uitgaven te doen. Dit komt omdat ze geen onderpand hebben. En wat wij willen doen is hun meest belangrijke bezit, dus de koe, als onderpand maken door die koe te chippen. En doordat we die koe hebben gechipt, heeft de bank de zekerheid dat zij die koe bezitten. En daardoor kunnen wij financiering geven aan de boer. Ik denk sowieso ook bij het netwerk. Er waren echt heel veel belangrijke mensen die wij ook weer kunnen gebruiken om onze case te realiseren. Dus heel veel mensen leren kennen. Ook een nieuw idee opgedaan, namelijk om op nog met een andere bank misschien het risico te gaan delen. Waardoor misschien ook weer de rente lager komt te liggen voor de boer uiteindelijk. Dus dat is heel erg leuk. En echt gewoon heel veel mensen leren kennen. Over een jaar hebben we minstens 300 boeren gefinancierd in Kenia. En zijn we ook al aan het kijken of we naar andere landen kunnen gaan.